Met de Tigra B biedt Opel als eerste Duitse seriefabrikant een sportieve tweezitter aan met een elektrohydraulisch stalen vouwdak. De naamtoevoeging Twintop staat voor het dubbele karakter als cabriolet en volwaardige coupé. Reeds het dynamische, met spanning geladen ontwerp van de compacte tweezitter belooft puur rijgenot. Het nieuwe pittige metalen vouwdak zorgt voor een nog grotere gebruiksduurzaamheid voor elke dag en in de winter en biedt voordelen bij geluidscomfort, veiligheid, duurzaamheid, torsiestijfheid, diefstalbeveiliging als mede onderhoud. Het omzetten van coupé naar cabriolet en omgekeerd gebeurt comfortabel met één druk op de knop en duurt circa 18 seconden. Het bijzondere daarbij is de twin-top vouwbeweging. Het achterste gedeelte van het vouwdak met C-stijl en achteruit verzinkt plaatsbesparend in de kofferruimte. Het voorste deel wordt hier horizontaal overheen geplaatst. Deze innovatieve kapconstructie biedt zowel open als gesloten een royale, goed te gebruiken kofferruimte met een volume van maximaal 440 liter. Zelfs bij een geopend dak heeft men nog de beschikking over 250 liter in de bagageruimte. Daarnaast biedt de Tigra in het interieur nog 70 liter bergruimte achter de stoelen. Daarmee heeft men de beschikking over in totaal meer dan 500 liter opbergruimte, het meeste in zijn klasse. Net als het dak kan de kofferdeksel met één druk op de knop elektrohydraulisch worden geopend en gesloten. De bewegingsfunctie werkt in twee richtingen. Om bagage in of uit te laden. En voor openen of sluiten van het dak. Ondanks zijn variabele dakconstructie beschikt de Tigra over een buitengewoon hoge torsiestijfheid. Speciale versterkingen van stalen buizen in de zijdorpels en versterking van het achterframe in de vorm van twee aan de onderbodem geschroefde torsiestroken verbeteren de voertuigstijfheid en voorkomen het torderen van de carrosserie. Het chassis van de Tigra Twintop verenigt soepel rijgedrag, rijcomfort en een hoge mate aan actieve veiligheid. Het DSA-chassis, dat bekend is uit de Opel Corsa GSI, is voor gebruik in de nieuwe Tigra opnieuw geoptimaliseerd en op het gebied van rijdynamiek opnieuw afgestemd. Voor een temperamentvolle en economische aandrijving zorgen de Z14XEP of de Z18XE. Beide Ecotec-motoren voldoen aan de Euro 4-emissienorm. De nieuwe Opel Tigra Twintop wordt geproduceerd bij de gerenommeerde carrosseriebouwer Groep Henri Heuillet in het Franse Cerisay. Bij in totaal 185 werkstations worden met behulp van 60 robotten 1540 onderdelen en componenten gemonteerd. De productierichtlijnen en het automatiseringsniveau voldoen aan de strenge Opel kwaliteitsnormen.
De eindmontage van de carrosserie gebeurt in een zeer moderne productiefaciliteit met speciaal opgeleide medewerkers. Voor aflevering wordt elke Tigra onderworpen aan een omvangrijke afsluitende functie- en kwaliteitscontrole. Voor het openen van de kofferdeksel van buiten wordt de knop in de achterbekleding kortstondig ingedrukt. Voor het openen van de kofferdeksel van binnen de handrem aantrekken, contact inschakelen en de wipschakelaar in de portierschakelaar kortstondig omhoog trekken. Het sluiten is om veiligheidsredenen alleen van buitenaf mogelijk. Hiervoor de knop ingedrukt houden tot een signaaltoon en eenmalig knipperen het einde van het sluitproces aangeeft. Opdat tijdens het openen van het vouwdak de opgevouwen dakdelen en de eventueel in de kofferruimte aanwezige bagage elkaar niet in de weg zitten, zorgt een verstelbare kofferruimtescheidingswand voor orde. Voor het openen moet erop worden gelet dat de kofferruimtescheidingswand in de achterste stand vergrendeld is en er zich geen voorwerpen in de kapvak bevinden. De kofferdeksel moet volledig gesloten zijn. Het openen van het dak is alleen met aangetrokken handrem en ingeschakeld contact mogelijk. De beide vergrendelingshendels ontgrendelen. De wipschakelaar in de portierschakelaar zo lang omhoog trekken tot het dak volledig geopend en de kofferdeksel volledig gesloten is. Aan het begin en aan het einde van het proces klinkt telkens een signaaltoon. Het samenspel van microschakelaars, hydraulische cilinders en elektromotoren zorgt voor een comfortabele en veilige bediening van kofferdeksel en vouwdak. Sensoren waken ervoor dat een functie niet kan worden gestart voordat andere succesvol zijn afgesloten. Daarom absoluut het volgende in acht nemen. Elk proces moet volledig afgesloten zijn voordat een volgende bedieningsstap plaatsvindt. In ons voorbeeld wordt tijdens het sluiten van de kofferdeksel niet gewacht op het geluid- en knippersignaal. Omdat de kofferdeksel niet gesloten is, kan het dak niet worden geopend. Bij geopende vergrendeling van het dak kan anderzijds ook de kofferdeksel niet meer worden bediend. Eerst moet de vergrendeling van het dak en dan die van de kofferdeksel volledig worden gesloten. Voordat met het openen van het dak kan worden verder gegaan.
Voor de regeling van kofferdeksel, vouwdak en elektrisch bediende ruiten beschikt de Tigra over een systeem van sensoren, microschakelaars en elektriciteit. In de kofferruimte onder het opbergvak bevindt zich het stuurapparaat. Voor de regeling maakt het elektrische systeem gebruik van sensoren in de handremhendel, in het contactslot, in de portierschakelaar, in de vergrendelingen van het vouwdak, bij de hydraulische cilinders van de kofferdeksel, bij de hydraulische cilinders van het vouwdak, bij de hoedenplankmotor en bij de kofferruimtescheidingswand. Naast het elektrische systeem behoort een doordacht mechanisme tot de variabiliteit van de Tigra Twin Top. Zo is de kofferruimte afhankelijk van de toepassing aan beide zijden van de auto of achter in het midden beweegbaar gelagerd. Tot de functieonderdelen van de kofferdeksel behoren de beide slotmodules aan de zijkanten, de beide scharnieren, de slotmodule in het midden achter en de slotbeugel bij de kofferdeksel. Tot de functieonderdelen van het vouwdak behoren het scharnier met de geleiding voor het vouwdak achter, de vergrendelingen met handgreep, vergrendelingssleuven en geleiding voor het vouwdak voor en het bedieningsmechanisme. Tijdens het openen en sluiten van het vouwdak speelt de functie van de hoedenplank een belangrijke rol. De stelmotoreenheid hoedenplank is in het midden aan het bedieningsmechanisme van de hoedenplank geschroefd. Deze bestaat uit de stelmotor, de koppeling met draaimomentbegrenzing en de schakeleenheid. Bij de omgang met het vouwdak moeten uit veiligheidsoverwegingen de volgende aanwijzingen in acht worden genomen. Wordt de beweging van het vouwdak onderbroken of treedt tijdens het openen of sluiten van het vouwdak een storing op, dan blijft het vouwdak in de huidige positie staan. Na 2 minuten klinkt een signaaltoon als waarschuwing. Na nog 1 minuut stopt de signaaltoon en wordt het systeem drukloos. Het vouwdak valt zelfstandig omlaag in de kofferruimte of naar voren. Daarom moet over het algemeen bij montagewerkzaamheden zowel het vouwdak als de kofferdeksel worden gestut. Tijdens het in- en uitstappen rekening houden met letselgevaar door de geopende vergrendeling. Voor het automatisch openen van de kofferdeksel moet de auto onvergrendeld zijn. De kofferdeksel kan zowel met de wipschakelaar van de portierschakelaar als met de knop in de achterbekleding worden geopend. Voorwaarde is dat het vouwdak zich telkens in de eindpositie bevindt. De vergrendeling in de cabriolet-positie gebeurt automatisch, bevestigd door de signaaltoon.
De vergrendeling in de coupépositie wordt gegarandeerd door het sluiten van de vergrendelingshendel. De microschakelaars in de sloten moeten gesloten zijn. Moet de kofferdeksel met de wipschakelaar in de portierschakelaar worden geopend? Moet het contact ingeschakeld zijn? En de handrem aangetrokken zijn? Voor het openen wordt de wipschakelaar in de portierschakelaar kortstondig omhoog getrokken. Automatisch ontgrendelt de slotmodule en twee hydraulische cilinders openen de kofferdeksel tot de eindpositie. Door het kortstondig indrukken van de knop in de achterbekleding wordt de kofferdeksel van achteren geopend. Door er nogmaals kortstondig te drukken, stopt het proces in een willekeurige positie. Door hernieuwd indrukken wordt de kofferdeksel verder geopend. Er kan worden afgewisseld tussen de knop in de achterbekleding en de portierschakelaar tijdens het openen. Uit veiligheidsoverwegingen kan het sluiten van de kofferdeksel alleen met de knop in de achterbekleding worden gedaan. Hiervoor moet de knop tot het einde van het sluitproces ingedrukt blijven. Een korte signaaltoon en het oplichten van de knipperlichten bevestigen het einde van het sluitproces. Wordt de knop tijdens het sluitproces losgelaten, dan blijft de kofferdeksel in de positie staan. Hernieuwd indrukken en ingedrukt houden van de knop zorgt voor het vervolg van het sluitproces. Wordt de knop na onderbreking van het sluitproces kortstondig ingedrukt, opent de kofferdeksel zich weer. Voor het automatisch openen en sluiten van het vouwdak moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Opdat het vouwdak in de kofferruimte kan worden opgevouwen, moet de kofferruimtescheidingswand in de achterste positie worden vastgeklikt en met de hendels worden vergrendeld. Opdat de microschakelaars de schakelelektronica voor de dakbediening vrijgeven. Bovendien moet de kofferdeksel vergrendeld zijn, bevestigd door signaaltoon en knipperen. Want de microschakelaars in het slot achter en het zijdelingse slot moeten gesloten zijn. Om het vouwdak te openen, het contact inschakelen, de handrem aantrekken en de vergrendelingshendels openen. In de portierschakelaar de wipschakelaar voor het vouwdak omhoog trekken en tijdens het volledige proces omhoog houden. Een korte signaaltoon bevestigt de start van het openen. Als eerste stap worden de zijdelingse sloten van de kofferdeksel ontgrendeld. Tegelijkertijd klappen hoedenplank en kofferdeksel omhoog en de zijruiten gaan automatisch omlaag. Twee hydraulische cilinders brengen de kofferdeksel omhoog om het dak te laten inklappen. Staat de kofferdeksel in de eindpositie, dan begint het openen van het vouwdak. Het vouwdak opent voor, vouwt beide dakdelen, verzinkt tussen kofferdeksel en hoedenplank en wordt automatisch tegen de kofferruimtescheidingswand vergrendeld. De hoedenplank klapt weer in de horizontale stand en de hoedenplankuiteinden worden uitgeschoven. De hydraulische cilinders sluiten de kofferdeksel die in de zijdelingse sloten vergrendeld. Een signaaltoon bevestigt het einde van het proces en de zijruiten bewegen weer in de bovenste eindpositie.
Nu pas kan de wipschakelaar worden losgelaten. Voor het sluiten van het vouwdak in de coupépositie geldt eveneens contact aan en handrem aangetrokken. De wipschakelaar en de portierschakelaar tijdens het gehele proces ingedrukt houden. Een korte signaaltoon bevestigt de start van het proces. Na ontgrendelen van de zijdelingse sloten klappen hoedenplank en kofferdeksel gelijktijdig open. Zijn de zijruiten gesloten, dan worden deze omlaag bewogen. Twee hydraulische cilinders openen de kofferdeksel. In diens eindpositie wordt het vouwdak ontgrendeld en begint het sluiten van het vouwdak. De hoedenplank sluit en na eindpositie op het dakframe voer sluiten de hydraulische cilinders de kofferdeksel. De zijdelingse sloten vergrendelen automatisch. De signaaltoon bevestigt dat de wipschakelaar kan worden losgelaten om de vergrendelingshendels aan beide zijden te sluiten. Na het sluiten van de vergrendelingshendels bewegen de zijruiten weer in hun eindpositie. Worden de vergrendelingshendels niet vergrendeld en de handrem is gelost, klinkt na 5 seconden gedurende 5 seconden een signaaltoon. De automatische bediening van de kofferdeksel werkt alleen bij geopend voertuig, correcte bediening en wanneer het dak vooraf in de coupépositie volledig en correct gesloten is, respectievelijk in de cabrioletpositie vergrendeld is, bevestigd door de signaaltoon. Bij een defect of bij een defect aan de accu is het mogelijk de kofferdeksel handmatig te openen. Hiertoe de afdekkap voor het noodontgrendelingskoer te openen. Onder de bestuurdersstoel bevindt zich het hulpgereedschap voor het ontgrendelen. Het ronde uiteinde van het hulpgereedschap door de lus van het noodontgrendelingskoer steken en op de afdekkap laten steunen. De lus van het noodontgrendelingskoord moet in de uitsparing van het hulpgereedschap liggen. Door aan het hulpgereedschap te trekken, wordt de kofferdeksel ontgrendeld. Licht omlaag drukken maakt het ontgrendelen makkelijker. Is het slot ontgrendeld, moet de kofferdeksel voorzichtig worden geopend. Pas daarna het noodontgrendelingskoord ontspannen. De kofferdeksel kortstondig geopend houden, zodat de hydraulische olie kan circuleren. Bij een defect van de automatische aandrijving of een defect aan de accu kan het geopende dak als volgt handmatig worden gesloten. De handrem aantrekken. Het contact uitschakelen en de contactsleutel verwijderen. De kofferruimte openen zoals in het hoofdstuk noodfunctie kofferdeksel staat beschreven. Met het hulpgereedschap de hoedenplank ontgrendelen. Bij uitgetrokken trekstang de hoedenplank eerst naar achteren en dan naar boven kantelen. De geluiden die hierbij ontstaan zijn bij een handmatige bediening niet te vermijden. De kofferdeksel in het achterste slot volledig vastklikken
aan beide zijden met het hulpgereedschap de zijdelingse sloten ontgrendelen. Tegelijkertijd de kofferdeksel uit de vergrendeling trekken en gelijkmatig volledig openen. Bij de kofferruimte scheidingswand de bevestiging van het dak ontgrendelen en het dak langzaam en voorzichtig sluiten en vergrendelen. De kofferdeksel gelijkmatig in de sloten drukken. Let op, de kofferdeksel bevindt zich niet in de eindpositie. De hoedenplank omlaag klappen. Het openen van het dak is bij een storing van de automatische bediening niet mogelijk. Bij windgeluiden of foutieve naadmaten van de kofferdeksel moeten de functieonderdelen en naadmaten ervan volledig worden ingesteld. Als eerste arbeidsstap voor de instelling van de kofferdeksel wordt het opbergvak interieur uitgebouwd. Hiervoor het vouwdak in de cabriolet-positie plaatsen. Om de rolbeugel te demonteren, aan beide zijden de afdekkingen en de bouten verwijderen. De binnenbekleding dwarssteun, de binnenbekleding opbergvak onder, de binnenbekleding opbergvak boven en de beide zijdelingse binnenbekledingen opbergvak demonteren. De bouten verwijderen en het opbergvak interieur verwijderen. In de kofferruimte alle afdekkingen en binnenbekledingen van de kofferruimte en de kofferdeksel uitbouwen. De kofferruimte scheidingswand compleet met bodemkabel weer terugplaatsen om het vouwdak te kunnen bewegen. Om te beginnen de naadmaten controleren om de te corrigeren gedeelten te bepalen. De kofferdeksel openen en stutten tegen omlaag bewegen. Eerst worden alle functieonderdelen van de kofferdeksel iets losgedraaid, zodat het verschuiven met een lichte druk mogelijk is. Hiervoor bij het slot kofferdeksel achter de vier bouten en twee moeren losdraaien. Het volledig losdraaien bemoeilijkt de afstelwerkzaamheden. Zo kan het slot in alle richtingen worden verschoven. Bij de slotbeugel van de kofferdeksel eveneens aan beide zijden telkens de drie bouten losdraaien. Bij het scharnier van de kofferdeksel kan telkens aan beide zijden na het losdraaien van de vier bouten de steun voor de positiestabilisatie ten opzichte van de zijwand en het complete scharnier worden verschoven. De stifttap van het stabilisatierubber losdraaien en het stabilisatierubber drie slagen indraaien. Aan beide zijden de vier bouten van de zijdelingse sloten kofferdeksel losdraaien. Let op,
Te ver losgedraaide bouten bemoeilijken het afstellen aanzienlijk. De instelling begint bij de zijdelingse sloten. Voor de instelling en het vastzetten daarvan is de hulp van een tweede monteur noodzakelijk. Omdat alle functiepunten losgedraaid zijn, dient er tijdens het sluiten van de kofferdeksel op worden gelet dat er niets wordt beschadigd. De kofferdeksel wordt uitgelijnd aan de zijwand die als vast referentiepunt dient. Daarom moet de zijwand bij carrosseriewerkzaamheden absoluut maatnauwkeurig worden vervangen. Aan beide zijden de kofferdeksel met een kunststof keil uitlijnen op een naadmaat van 6 mm plus minus 1,5 mm. Klopt telkens de naadmaat, dan binnen twee bouten van het zijdelingse slot kofferdeksel diagonaal vastdraaien. De naadmaat bij de kofferdeksel achter uitlijnen. Hiermee worden achterste slot en slotbeugel ten opzichte van elkaar uitgelijnd. De kofferdeksel openen en stutten. De bouten van het achterste slot kofferdeksel en de moeren met aanhaalmoment vastdraaien. Ook de bouten van de slotbeugel kofferdeksel met aanhaalmoment vastdraaien. Tijdens het sluiten van de kofferdeksel erop letten dat er niets wordt beschadigd. Alle naadmaten opnieuw controleren en corrigeren. Van binnenuit aan beide zijden elk een bout bij het scharnier van de kofferdeksel fixeren. Bij geopende kofferdeksel de bouten van het scharnierkofferdeksel aan beide zijden met aanhaalmoment vastdraaien. Tijdens het sluiten van de kofferdeksel erop letten dat er niets wordt beschadigd. Het vouwdak ter controle een complete cyclus openen en sluiten. Is hierdoor de naadmaat bij de zijdelingse sloten veranderd, dan moet er worden gecorrigeerd. Hiervoor van binnenuit de vooraf gefixeerde bouten losdraaien
van buitenaf de naadmaat afstellen. En van binnenuit de vier bouten met aanhaalmoment vastdraaien. Aan beide zijden de stabilisatierubbers van de kofferdeksel tot aan de aanslag tegen het scharnier draaien. Vervolgens ongeveer 2 omwentelingen terugdraaien en de stifttap vastdraaien. Bij correcte vergrendeling moeten de slotbeugels van de zijdelingse sloten zich aan beide zijden in de getoonde positie bevinden. Ter controle het vouwdak een complete cyclus openen en sluiten. Werkt het openen en sluiten zonder problemen? En de naadmaten bevinden zich binnen de toleranties? Kunnen de aanbouwdelen weer worden ingebouwd. Voor de instelling van het vouwdak geldt als voorwaarde dat de naadmaten van de kofferdeksel moeten kloppen. Om de naadmaten van het complete vouwdak in te stellen, wordt bij het vouwdakvoer begonnen. Hiervoor telkens aan beide zijden de handgreep van de vergrendeling van het vouwdak en de zijdelingse binnenbekleding dakframe demonteren. De vier bouten bij de vergrendeling en bij het zijdelingse scharnier losdraaien. De vergrendelhaak in de eerste vergrendelstand plaatsen. De stabilisatierubbers moeten tegen de vergrendelingsopname liggen. Als eerste wordt de uitleiding met behulp van een magneetkaart vooraf ingesteld. Aansluitend de hoogte. De hoogte wordt bij het zijdelingse scharnier met de zijdelingse moeren gefixeerd. Met een liniaal wordt de naadmaat voer op circa 9 mm ingesteld en de vergrendeling gefixeerd. Ter controle de vergrendeling vergrendelen. De naadmaat moet nu 6 mm plus minus 2 mm bedragen. Is dat niet het geval, dan opnieuw instellen. Voor de instelling van de achterste naadmaat het vouwdak achter aan de achterzijde optillen. En de beide bouten bij het zijdelingse scharnier fixeren. Vervolgens de bouten en moeren met aanhaalmoment vastdraaien. De zijdelingse binnenbekleding en dakframe. En de vergrendelingshandgrepen vouwdak monteren. Ter controle een complete cyclus met openen en sluiten van het vouwdak uitvoeren.
Vervolgens de naadmaten nogmaals controleren. Om de naadmaten vouwdak achterin te stellen, moeten de naadmaten van de kofferdeksel en vouwdakvoer kloppen. Voor de instelwerkzaamheden het vouwdak gedeeltelijk openen en met een geschikt gereedschap stutten. Om letsel te voorkomen, de vergrendelingen vergrendelen. De binnenbekleding van het dakframe achter en de binnenbekleding scharnier vouwdak achter uitbouwen. De vergrendelingen openen en het vouwdak met de hand sluiten en vergrendelen. De kofferdeksel blijft geopend. Aan elke zijde de beide bevestigingspunten vouwdak achter losdraaien. Het vouwdak achter door optillen op de juiste naadmaat instellen. En de bouten binnen met aanhaalmoment vastdraaien. Het vouwdak gedeeltelijk openen en stutten. Om letsel te voorkomen, de vergrendelingen vergrendelen. De binnenbekleding scharnier vouwdak achter en de binnenbekleding van het dakframe achter monteren. Op de juiste positie van de positioneerpennen letten. De vergrendelingen openen en het dak sluiten. Ter controle een complete cyclus met openen en sluiten van het vouwdak uitvoeren. En ter afsluiting de naadmaat nogmaals controleren. Om de contactschakelaar van de hoedenplankmotor te kunnen instellen, het opbergvak interieur uitbouwen. Bij gesloten vouwdak door de opening van het bergvak de bevestigingsbout bedieningsplaat contactschakelaar losdraaien. Een boor met een diameter van 5 mm door het boorgat in de bedieningsplaat en schakelaar eenheid schuiven. En de bevestigingsbout weer fixeren. De boor verwijderen. Ter controle van de functie het vouwdak openen en sluiten. Is de contactschakelaar van de hoedenplankmotor niet correct ingesteld, dan blijft het vouwdak stilstaan. Wordt de kofferdeksel niet correct vergrendeld. Of draaien de stelmotoren van de zijdelingse sloten over het dode punt. Na een succesvolle functiecontrole de auto afbouwen. Wanneer water binnendringt, er windgeluiden ontstaan of de zijruit niet correct sluit, moet deze worden ingesteld.
Als voorwaarde voor het instellen geldt dat de naadmaten van kofferdeksel en vouwdak kloppen. Hiervoor bij omlaag bewogen zijruit de kap van de buitenspiegel, de binnenhandgreep met lagersteun, de bedieningsschakelaar portier, de kap van de handgreep en de binnenbekleding voorportier demonteren. De waterafstotende folie volledig verwijderen en de breedband luidspreker uitbouwen. Als richtmaat voor de instelling plakband aanbrengen op de zijruit volgens de maat in de serviceliteratuur en aftekenen. Zo kan goed worden herkend hoe de zijruit moet worden ingesteld. De vier bevestigingen van de zijruit losmaken. De zijruit met behulp van een zuignap optillen tot de markeringen op de plakbandstroken en de buitenste rand van de afdichtingen overeenkomen. De positie vasthouden en binnen de bouten van de zijruit vastdraaien. Ter controle van de functie de zijruit volledig openen en sluiten. En het portier sluiten. Is de instelling correct, de breedbandluidspreker monteren. En de waterafstotende folie zonder vouwen bevestigen. De binnenbekleding voor portier. De kap van de handgreep, de bedieningsschakelaar portier, de binnenhandgreep met lagersteun en de kap van de buitenspiegel monteren. Ter controle van de functie een complete cyclus vouwdak openen en sluiten uitvoeren. Het hydraulische systeem van de Tigra Twin Top bestaat uit twee circuits. Het circuit voor het bewegen van het vouwdak en het circuit voor het bewegen van de kofferdeksel. Hart- en schakelcentrale is de hydraulische eenheid. Om het vouwdak te openen, moeten eerst de vergrendelingen bij het dakframe worden geopend. De zijruiten bewegen omlaag. De hoedenplank klapt open en tegelijkertijd begint de kofferdeksel met openen. Bevindt de kofferdeksel zich in de eindpositie, wordt het vouwdak volledig geopend. Heeft het vouwdak de eindpositie bereikt, klapt de hoedenplank dicht en begint tegelijkertijd de kofferdeksel met sluiten. Is de kofferdeksel gesloten, dan bewegen de zijruiten weer in de bovenste positie en is het proces afgesloten. Om het vouwdak in de coupé-positie te sluiten, bewegen de zijruiten omlaag en begint tegelijkertijd de kofferdeksel met openen. De hoedenplank klapt open, terwijl tegelijkertijd de kofferdeksel verder opent. Bevindt de kofferdeksel zich in de eindpositie, wordt het vouwdak volledig gesloten. Heeft het vouwdak de eindpositie bereikt,
klapt de hoedenplank dicht en begint tegelijkertijd de kofferdeksel met sluiten. Is de kofferdeksel gesloten, moeten de vergrendelingen bij het dakframe worden gesloten. Automatisch bewegen de zijruiten weer naar de bovenste positie en het proces is afgesloten. Om de hydraulische eenheid uit te bouwen, de geopende kofferdeksel stutten tegen het omlaag bewegen. De bodemkabel kofferdekselslot bij de kofferruimte scheidingswand uitbouwen. De kofferruimte scheidingswand uitbouwen. De vloerbedekking kofferruimtevoer uitbouwen. En de hydraulische leidingen van de kofferruimtebodem losmaken. De kabelboomstekker van de hydraulische eenheid loskoppelen. En de bevestigingsband van de isolatie-hydraulische eenheid uitbouwen. De hydraulische eenheid met isolatie verwijderen. En de hydraulische eenheid uit de isolatie nemen. Voor de uitbouw van de hydraulische leidingen de 5 bouten van de vergrendelplaat hydraulische leidingen uitbouwen. Door de losse vergrendelplaat zijn de hydraulische leidingen ontgrendeld en kunnen worden verwijderd. De beschermkap voor de elektrische aansluitingen demonteren. En de kabelboom op de nieuwe hydraulische eenheid aansluiten. Let op de juiste aansluitingen. Attentie, verwisselde kabels resulteren in verkeerde aansturingen van de hydraulische cilinder. De beschermkap voor de elektrische aansluitingen weer correct monteren. De hydraulische eenheid vullen.
Voor de juiste aansluiting tijdens het vaststeken van de hydraulische leidingen zijn zowel op de hydraulische leidingen als ook op de vergrendelplaat getallen aangebracht. De vergrendelplaat naar voren schuiven om de hydraulische leidingen te borgen en de bouten vastdraaien. De hydraulische eenheid in de isolatie plaatsen. En de kabelboomstekker aansluiten. Voor de functiecontrole de kofferruimte scheidingswand plaatsen en vastklikken. En het vouwdak 3 complete cycli openen en sluiten. Hierbij op eventuele storingen letten. Tegelijkertijd wordt het hydraulische systeem ontlucht. Want de nieuwe hydraulische vloeistof is in staat om ingesloten lucht onder druk te binden. Tijdens het uitvoeren van de 3 cycli wordt op deze wijze in alle gedeelten de lucht met de hydraulische vloeistof naar het expansiereservoir getransporteerd. Daar expandeert de hydraulische vloeistof en geeft de gebonden lucht weer vrij. Voor de controle van het peil van de hydraulische vloeistof de kofferruimte scheidingswand ontgrendelen en verwijderen. De hydraulische eenheid verwijderen, op lekkage controleren. En het peil van de hydraulische vloeistof controleren. Let hierbij op de horizontale positie van de hydraulische eenheid. Zo nodig hydraulische vloeistof bijvullen. De hydraulische eenheid met de isolatie terugplaatsen. En het bevestigingsband van de isolatie hydraulische eenheid inbouwen. De hydraulische leidingen aan de kofferruimtebodem bevestigen. En de vloerbedekking kofferruimtevoer inbouwen. De kofferruimte scheidingswand inbouwen. En in de geleidingen vastklikken. De boudenkabel van het kofferdekselslot monteren. En de kofferdeksel sluiten. Om een cilinder van de hydraulische leiding uit te bouwen, de borgklem naar buiten schuiven. En de hydraulische leiding losklikken. De hydraulische leiding weer vastklikken en de borgklem zo ver opschuiven tot ook deze vastklikt.
om een sensor te vervangen, de borgklem naar achteren schuiven. En de sensor lostrekken. De sensor aansluiten en vastzetten. Deze videofilm toonde in het kort het voor Opel volledig nieuwe stalen dak van de Tigra Twin Top met de belangrijkste punten voor de service. De functie en instelling van de kofferdeksel en het vouwdak, de noodbediening en het hydraulische systeem. De Tigra Twin Top, een sportieve tweezitter met finesses die er altijd goed uitziet. Het zij als coupé of als cabriolet.